Op de Stadswal aan de rand van Nijmegen met uitzicht op de Ooi wordt het Estelkantoor omgevormd tot een luxe appartementencomplex. De markante architectuur van dit nog jonge gemeentelijk monument moet hierbij behouden blijven. Het is gebouwd in de jaren 70, midden jaren 70 voor de fusie Hooghovens-IJmuiden-Hoesch Duitsland, Duitse staalconcern. Die moesten met stoom en kokend water een nieuw hoofdkantoor krijgen, halverwege IJmuiden Ruhrgebied. En dat werd Nijmegen, met de uitdrukkelijke opdracht aan de architect zoveel mogelijk staal en aluminium verwerken vanwege de achtergrond van dat bedrijf. Omdat het een gemeentelijk monument is, luistert het natuurlijk heel nauw hoe je daarmee omgaat. En dat is ook heel goed dat dat beschermd wordt. En dat is in een hele goede samenhang met de gemeente gegaan, met de vroegere welstand, dat heet nu de Beeldkwaliteitscommissie. En in samenspraak, veelvuldig overleg, is dit het resultaat waarvan u hier het begin zeg maar ziet. En met name door de transformatie van kantoorgebouw naar wonen vroeg het om toegankelijkheid meer dan voorheen. Voor ons was het natuurlijk ook heel spannend, ondanks de mooie locatie, ondanks het mooie gebouw. Blijft natuurlijk ook, de markt was 2-3 jaar geleden natuurlijk niet van die aard zoals hij nu is. Ook voor ons was het heel spannend, gaat dat lukken? En we moeten niet te vroeg juichen, maar het lijkt wel heel erg de goede kant uit te gaan. De mensen hebben bovendien terrassen waar ze gemeenschappelijk kunnen zitten, plekken in de tuin, zwembad beneden, een wijnkelder voor iedereen, fitness. Er komt een golfsimulator, er is werkelijk voor elk wat wils. We hebben een architecte gevonden, Arda van Helsdingen. En die heel erg denkt en werkt in de geest van Mien Ruys. Dus met heel veel respect voor het werk van Mien Ruys. Want hier hebben we bijvoorbeeld, ja, we kunnen ze nu niet zien, de plantenbakken die hier nog komen. Die zijn nu in restauratie. Die zijn toen ontworpen door Mien Ruys. Maar ook het hele buitengebeuren. Arda heeft een heel plan gemaakt wat nogmaals voortborduurt op Mien Ruys. En ik hoop met u dat we over een paar jaar kunnen zeggen dat hier 62 hele tevreden eigenaren met hun partners, gezinnen wonen. Dat is onze grote uitdaging. Dat we Nijmegen en Nijmegen-Oost in het bijzonder een heel mooi gebouw gaan teruggeven.